indruk had ik eerlijk gezegd ook wel een klein beetje. Ik was gewoon een beetje aangeschoten. Ik hoop alleen maar dat hij niks tegen Anton zegt. Waarom zou hij dat doen? Omdat hij denkt dat ik een labiel wrak ben. En omdat hij bang is dat wij weer terugkomen, dat hij dan de praktijk niet kan overnemen. Oh, Janine, ik haat het daar. Ik verveel me zo verschrikkelijk. Weet je, in je eentje op het strand liggen, dat is precies 2 weken leuk. Maar heb je daar helemaal geen vrienden gemaakt dan? Nee. Anton heeft allemaal golfmaatjes, maar ik heb gewoon met niemand een klik. En als ik eens met iemand afspreek, zit ik 3 uur te wachten, want ze komen nooit op tijd. Wat vindt Anton ervan? Die weet het niet. Ja, luister, ik heb hem zo ongeveer de halve wereld overgesleept. Heeft hij het hartstikke naar zijn zin, dan zal ik zeggen dat we terug moeten. Maar dat hoeft toch ook niet meteen? Maar hij moet wel weten hoe jij je voelt.